De Rijnhal blijft nog zeker tot 1 juli 2014 onderdak bieden aan evenementen. De gemeente heeft het huurcontract van de evenementenhal met een half jaar verlengd. De Rijnhal werd begin 2012 failliet verklaard. De personeelsleden werden ontslagen en het inventaris geveild. Ondanks de onzekere toekomst heeft de Rijnhal een fantastisch jaar achter de rug. De ongeveer 30 beurzen, shows, concerten en evenementen trokken in 10 maanden tijd 140.000 bezoekers. Met als resultaat een winst van bijna 40.000 euro. De Arnhemse ondernemer Robin Hagen verlangt nu wel helderheid van de gemeente over de toekomst van de Rijnhal.